Jezus vertelt vaak over het Rijk der Hemelen. Het is zoals een groot feest. Veel mensen in Nederland gaat het goed. Voor hen lijkt het elke dag wel feest. Een comfortabel huis, iedereen in het gezin gezond, allemaal zinvolle bezigheden, genoeg te eten en te drinken. Voor te veel ook is het niet steeds zo'n groot feest. Tocht het huis aan alle kanten, duurt de maand langer dan het inkomen reikt. Mensen die niet welkom lijken te zijn op het feest van een welvarend land, als dat Nederland is. We kijken vandaag naar het evangelie voor zondag 15 oktober 2023. En we overdenken raakvlakken met ons eigen bestaan. Het thema van deze aflevering is: Welkom op mijn feest. Uit het evangelie volgens Matteüs. In de laatste week van zijn aardse leven, op de laatste paar dagen voor Pesach, is Jezus nog steeds in de tempel om onderricht te geven. Nog steeds spreekt hij de hoge priesters en oudsten van het volk toe. Ook vandaag weer. We lezen hoe Jezus in gelijkenissen spreekt. Anders dan met parabels kan Jezus niet uitleggen hoe het zit met dat aanstaande Rijk der Hemelen. Het is als een koning die de bruiloft van zijn zoon wil vieren. De koning laat alle mensen uitnodigen die daar logischerwijs voor in aanmerking komen. Zoals wij directe familie en vrienden zouden uitnodigen. Maar de eerstgenodigden willen niet komen. Daarom stuurt de koning andere dienaren om de uitnodiging te doen. Maar nog steeds willen de eerstgenodigden niet komen. Nog steeds zeggen ze niet waarom ze de uitnodiging niet kunnen aannemen. Ze gaan gewoon verder met hun dagelijkse bezigheden. De overigen, degenen die niet uitgenodigd waren, grijpen de dienaren van de koning en doden hen. Dat er niet geluisterd wordt naar de uitnodigingen van de koning, dat lijkt wat op hoe in het verleden er slecht geluisterd werd naar de profeten. De profeten die namens God een feestmaal op aarde hebben beloofd. De koning in de parabel wordt zeer boos en laat de moordenaars ombrengen. En de stad wordt verwoest, net zoals Jeruzalem voorafgaand aan de Babylonische ballingschap is verwoest. En net zoals dat in het jaar 70 opnieuw zal gaan gebeuren door de Romeinen. Evangelist Matteüs moet dit nog vers in het geheugen hebben. De koning zegt zijn dienaren naar alle kruispunten te gaan om iedereen uit te nodigen die ze daar aantreffen. Kruispunten zijn bij uitstek de plaatsen waar mensen elkaar letterlijk tegenkomen. Plaatsen waar van alle kanten mensen naartoe komen. En inderdaad vinden de dienaren op die kruispunten allerlei mensen.
mensen van allerlei allooi, goeden en minder goeden. En deze nemen de uitnodiging wel aan. De feestzaal stroomt gestaag vol met gasten. Dan volgt een beetje vreemd slot van deze lezing. De koning gaat natuurlijk ook zelf naar het feest. Hij ziet iemand die geen passende kleding draagt. De koning spreekt de man erop aan. Maar die kan op deze vraag natuurlijk geen antwoord geven. Want wat kan de koning anders verwachten als hij de gasten zomaar van de straat laat plukken? Of moeten we het bruiloftskleed waar de koning om vraagt meer symbolisch opvatten? Gaat het om de juiste instelling, om een open en ontvankelijke mentaliteit? Want wie die instelling niet heeft, staat als het ware niet binnen in het Rijk Gods, maar buiten, afgunstig en ellendig op de puinhopen van een verwoeste stad. Velen voelden zich geroepen tot de christengemeenschap. Deels Joden, maar vooral niet-Joden. Werden die te zelfgenoegzaam? Zegt Matthäus daarom aan het einde: velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Je mag dan denken dat je uitverkoren bent, omdat jouw geboortegrond en plaats niet wordt getroffen door vervolging en verwoesting. Maar dat betekent nog niet dat je daadwerkelijk bent uitgenodigd voor het feest van Gods hemelse rijk op aarde. Jezus probeert ons vandaag opnieuw uit te leggen hoe het zit met het Rijk der Hemelen. Het lijkt op wanneer een koning het huwelijk van zijn zoon wil organiseren. Geen feest zonder genodigden. Maar degenen die daar het meest voor in aanmerking komen, vertegenwoordigers uit de hogere kringen, hoogwaardigheidbekleders, die willen niet komen. Uiteindelijk wordt Jan en alleman uitgenodigd, volk van de straat. Zij komen wel naar het feest, zelfs zonder passende feestkleding. Maar wat kan je anders verwachten? Ben ik wel eens uitgenodigd voor een feest waar ik liever niet naartoe wilde? Stel dat ik een luisterrijk en overvloedig feest zou mogen organiseren. Hoe zou dat er dan uit gaan zien? Wie zou ik uitnodigen? Wie is er welkom op mijn feest?